En met het doorknippen van het lintje is de locatie aan de Overste Den Oudelaan officieel geopend. Waar de vloerbedekking en de gouden elementen nog herinneren aan het casino, is het dan nu echt een coronavaccinatie- en testlocatie. Het is natuurlijk gewoon een hele bijzondere plek voor veel mensen in en buiten Utrecht. Denk ik ook een plek waar ze veel plezier kunnen hebben gehad. En tegelijkertijd voor de GGD ook wel een plek. Ja, wij zijn bijvoorbeeld ook, doen wij iets aan voorkomen van verslavingen. Nou, dus het is echt wel een bijzondere plek om hier nu een test- en vaccinatielocatie te openen. De XXL-locatie op de jaarbeurs is gesloten. Dat was te groot. Maar in het najaar worden er nog golven van besmettingen van corona verwacht. En daarom is de GGD blij met deze locatie. Maar het zal ook gebruikt worden in de strijd tegen andere virussen dan corona. We gaan de locaties die we hebben ook gebruiken voor vaccinaties tegen apenpokken. Want we hebben daar ook een soort grote uitbraak in. Dat heeft iedereen vast al gehoord. En we gaan op korte termijn risicogroepen voor apenpokken vaccineren. En wij zullen dan zeker ook gebruik maken van deze locatie. Op dit moment is de volle capaciteit niet nodig. Maar als de nood hoog is, kunnen op deze locatie meer dan 500 testen per uur uitgevoerd worden.